Media, luister, lees kranten en dergelijke en leg daar Gods woord naast. Deze uitspraak die hier staat, die komt letterlijk, wordt die door de Palestijnen Arabieren gebruikt. We moeten ons van het Israëlische juk moeten afwerken en ons van het boeien bevrijden. En voordat we hier naartoe gingen, toen stonden we met een paar mensen te praten over de wereld, nieuwe wereldorde. En waar dus bankdirecteuren, presidenten, koningen zitten er allemaal in. Heel sterk gelinkt aan vrijmetselarij en nog onder occult film. Allemaal met dezelfde boodschap. God bestaat niet, wij zijn zelf God. Met de tweede boodschap, het aantal inwoners moeten we minimaliseren tot een paar miljard, geloof ik, of een paar biljoen, ik weet niet precies wat ze zeggen. Maar de meeste wat Hitler toen ook zei, hè, alleen de Übermenschen blijven over. Het is gewoon een voortzetting daarvan. En daarom zeggen zij ook, al die lui die in God geloven, en dan noemen ze de christenen en dan noemen ze de joden, wij moeten hun, het is letterlijk hoor, wat in een formulering staat, wij moeten hun juk afwerpen en ons van hun boeien bevrijden, zeggen ze. Dus de eerste, als zij er mag komen, en ik zeg er even wat dan zullen ze zich als eerste wenden tot de joden en de christenen om die uit te roeien. Hetzelfde geldt voor de islam, die exact hetzelfde zegt. Alleen die noemen het anders, die zeggen, eerst zullen de mensen, de gelovigen van de zaterdag eraan gaan en dan de gelovigen van de zondag. Maar, als je weet dat het in het hart van de vader is, en dan mag hij wel, hè? Nou. My favorite part, zie je? Zacharias 8, want dan zie je niet alleen het hart van de vader, maar het is ook wat je zo meteen ziet in de oude, misschien wel gezien hebt, in de oude stad en overal in Jeruzalem zie je wat hier voorspeld staat. En dat vind ik zo fascinerend. Maar nu luidt het woord van de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Die uitdrukking die kom je wel 10 keer tegen in dit korte stukje. En voor mij benadrukt het de grootheid van God. Awesome God. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Dit zegt de Heer. Ik keer terug naar de Sion en ik kom in Jeruzalem wonen. Stad van trouw zal Jeruzalem heten. En berg van de Heer van de hemelse machten, heilige berg. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. En daar komt hij, wat je kan zien. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat. En hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn. En ik hun God in onwankelbare trouw. Zie je echt? En we hoorden zelfs van de week, hè, gewoon in een restaurantje, dat een oudere Joodse vrouw tegen een Amerikaanse jonge moeder zei: waarom komen jullie naar Israël? Je moet naar Israël komen. En die vrouw zei: ja, maar mijn moeder, die bleek erbij te zijn, mijn moeder heeft een hartprobleem. Ja, zegt die mevrouw. Die had zoiets van: zo wat? Je moet toch naar Israël komen, hè? Zegt die moeder, maar ik heb echt een hartprobleem. Nou, weer. Moet ik toch maar over doen? Je moet naar Israël komen. Joden doen het ook zelf, dat ze mensen aansporen om naar dit land te komen waar ik opgezicht tegen hier wonen. Het is mijn land. We gaan het zien. Laat het gewoon, ja, tot je doordringen. Dat je echt die spelende kinderen ziet. En dat God dat hier al zoveel jaar geleden heeft gezegd. Dat zie je niet. We gaan afsluiten. Ik ga jullie uitdagen om samen met ons een zegen uit te spreken. Of is dat?